Goedemorgen, lieve volgers. Het is nu heel vroeg nog, het is 7:15. En we gaan straks beginnen aan onze tocht van 20 kilometer naar Menang. Het goede nieuws is dat we daar 2 dagen mogen zijn. Want daar gaan we acclimatiseren en daar hebben we onwijs veel zin in. We hebben vannacht niet zo lekker geslapen, maar wel lekker gezellig tegen elkaar aan. Maar we waren zo moe dat we gelijk in slaap vielen, maar steeds wakker werden. En als jullie nou denken, wat heeft ze raar haar? Ja, ik heb net even mijn vlekjes eruit gehaald en dan krijg je dus dit. Nou, ik lijk een beetje op een soort van schapendouchehond, maar dat geeft niet. Ik ga het straks borstelen en dan doe ik nieuwe vlekjes in. Maar dat terzijde, want daar gaat, dat is niet zo heel erg belangrijk. Maar ik dacht, ik meld het wel. Het is niet mijn nieuwe haarstijl, maar het is gewoon part of the deal, zeg maar. Wij gaan lekker ontbijten. Dan laat ik straks nog even het huisje een beetje beter zien. En dan gaan we op pad. Oké, namasteetjes, doedels. Kijk, zo ziet het huisje er ongeveer uit. Het is wel grappig in een U-vorm. Met een klein balkonnetje. En dit zijn dan de... Ja, je ziet het niet zo goed omdat ik dichtbij sta. Dit zijn de kamertjes. Ik ga heel snel ons kamertje even laten zien. Ja, daar hebben we Dave. Kijk, het is niet heel luxe of zo. Het moet ook nog een beetje geverfd worden. Maar ja, hier zie je. We hebben wel een prachtig uitzicht van 2 kanten. Helemaal gezellig. En hier ook. We komen echt al behoorlijk hoog. Dus dat is wel echt wel super tof. Ja. Als het een beetje mee zit, krijgen we vandaag hele mooie uitzichten. Maar dat zullen we zien. Along the way. Goedemorgen, Dave. Goedemorgen. Hoe gaat het? Dat is jaarlijk. Ja, dankjewel. Goed, ja, als het mee zit, hebben we uitzicht op Annapurna 2. Op weet ik niet welke. Annapurna 4 ook. Ja. Hoorde ik. Maar ja, we gaan het zien. Ja, en dan laten we het ook zien aan onze... Aan onze trouwe volgers. Ja. Oké, nou. Namasteetjes. Namaste. Tjus. Tjus. En we zijn weer op pad. Kijk, helemaal daarheen. Over dat mooie pad. Dat is een mooie berg. Nou, ik begin een beetje op te klaren nu. Nou, meer speciaal voor jou. Deze mooie loopbrug. Ik vind het een beetje griezelig, maar we gaan hem doen. Oké, zie je aan de overkant.
Kijk, en we hebben een dagoe gevonden. En die loopt al de hele tijd met ons mee. Zo gezellig. Hé, vriendje. Zeg eens hallo. Zeg eens hallo. Tegen de camera. Hallo, dagoe. Hé. Hey. Nou, Dave moest even voor een sanitaire stop. Dus dan maak ik maar even een filmpje. En Taco gaat rustig met ons mee. En die gaan allemaal lekkere champignonnetjes te drogen. We komen gewoon niet van hem af. Hij wil heel graag met ons mee. Ja, ik geloof maar dat elk wezen zijn eigen rechten heeft. En dat hij verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf. Dat hij heus wel weet dat hij op een gegeven moment ook terug moet. En heeft hij wel geen baasje. Dat kan natuurlijk ook. Uit. Zo mooi. En Dagoe is er nog steeds. Het is gevaarlijk, hè? Als je dan een hond een naam geeft, dan voel je ook gelijk een soort band. En Dagoe zit daar, dat is echt een trouw beestje.
uitrusten.